Voor die mensen is de Efteling een mooi dagje uit. Maar al die drukte en herrie van attracties is voor sommige omwonenden nu al te veel. Laat staan als de Efteling nog dichterbij komt. 9 mensen stapten naar de hoogste rechter. Ze wonen allemaal vlak bij elkaar. Wij zijn hier 12 jaar geleden komen wonen, wetende, we wonen vlak bij de Efteling. En daar zullen we wel eens last van hebben. De last is inmiddels bijna ondraaglijk, vandaar het bezwaar. Hoezo ondraaglijk? Veel geluid, heel veel geluid. Vaak lichtoverlast. Het verkeer is inmiddels, het is een landweggetje, maar soms staan er files. En dat zijn de dingen die je het meest meemaakt. En wat voor geluidsoverlast hebt u dan? Je kent de Fata Morgana. Ik kan hem dromen. 10 keer op een dag, zo vaak schijnt hij niet eens te spelen. Maar in mijn beleving hoor ik hem de hele dag door. En dat is heel vervelend. Philip van Hilst heeft een kwekerij. Hij is echt niet tegen het uitbreiden van de Efteling. Maar wel als het allemaal zo dicht bij hem moet. Want de Efteling zit dan bijna in zijn achtertuin. Philip heeft ook bezwaar gemaakt. En dit is zijn weiland. En straks, aan de overkant van de weg, komen hier allemaal campers te staan. Ja, ze zeggen tot 100 campers die ze kunnen plaatsen. Dus, en wat voor overlast verwacht u dan? Ja, ik denk verkeersoverlast. Dat het meeste wordt verkeersoverlast wat we gaan krijgen. Een beetje daarachter, daar komen we vanaf die bosrand tot aan de Eftelingse straat. Daar komen bungalows staan en daar komen een soort van uitkijktorens tot 15 meter hoogte. Pal aan ons weiland komt een stuk bebouwing met recreatiebungalows. We zijn het uitzicht compleet kwijt hierachter. Dat wordt volgebouwd. De rust zal achter, en met name ook voor ons paardenbeesten, weg zijn. Als we die kant op kijken, daar is het risico dat er 1 muur van binnen attracties komt. Alles overdekt, dus daar zouden we geen last van hebben. Maar ook al die mensen komen naar buiten en zijn vrolijk en maken herrie. Dus we gaan daar wel degelijk last van krijgen. Ja, dan is het dus gedaan met de rust hier. Volledig. Ja, als je vlak bij de Efteling woont, dan kun je dit toch verwachten? Dit? Nee. Nee, dit is zo gigantisch. Ik denk dat in heel de gemeente Loon op Zand niemand dit had verwacht. Dat is bovendien ook een van mijn bezwaren. De Efteling is nu al eigenlijk te groot voor dit prachtige gebied. En het wordt nog 2 keer zo groot, met enorm veel meer verkeer. Het natuurgebied gaat plat gezegd naar de kloten. Maar konden jullie er niet samen uitkomen, gewoon door te praten met elkaar? Nee, want daar hebben we eigenlijk nooit, wij persoonlijk hebben we er nooit geen gesprek met de Efteling over gehad. We zijn ook nooit door de Efteling ingelicht over die plannen die ze daar hadden. En daar zeg ik, ja, dat vind ik dan wel eens tegenvallen van de Efteling. De Efteling wil volgend jaar al beginnen met uitbreiden. En tenzij de bezwaarmakers gelijk krijgen, is het dan helemaal gedaan hier met de rust.